Laura had een jaar geleden al willen vertrekken, maar dat stond de rechter niet toe. Een van de redenen daarvoor was dat Laura leerplichtig is en tijdens de reis niet naar school zou kunnen. De wereldschool bood uitkomst voor onderwijs op afstand. Ze heeft van ons dozen vol lesmateriaal gekregen. Boeken, cd's, alle accessoires nodig voor het onderwijs. Daarbij zitten per vak zitten lesbrieven. Die geven de instructie wat ze moet doen. Er zit een lesrooster bij. Ze gaat volgens dat lesrooster werken en kan via internet vragen aan docenten stellen. Toetsen opsturen. Docenten kijken de toetsen na, becommentariëren die. En geven eventueel extra studieaanwijzingen. Omdat Laura in haar eentje de reis maakt, zal ze dus ook zelf de discipline op moeten brengen om voldoende tijd aan onderwijs te besteden. Ik heb er wel erg goede verwachtingen van. Het is tot nu toe een meisje wat op de gewone school in Nederland zich gedisciplineerd leert. En ze heeft voldoende tijd. Het contact met de docenten in Nederland verloopt via internet. Dat er op open zee niet altijd verbinding is, is geen probleem. Op het moment dat zij wel internet op kan, in een haven bijvoorbeeld, dan kan ze gewoon haar les of haar gemaakte werk opsturen, heeft dan vragen aan de docenten stellen. En de eerste volgende keer dat ze weer contact heeft, dan heeft ze antwoorden.